In Suriname komen er jaarlijks ruim 1500 kankerpatiënten bij en sterven er bijkans 700 personen aan de gevolgen van kanker. Anderzijds kan je leven met kanker, zegt Frans Eersteling. Hij is ondervoorzitter van de Prostaatkankerstichting Suriname, PKSS. Zijn organisatie organiseert samen met de Stichting voor Kankerdiagnostiek en Preventie in Suriname, KDPS, een familiekankerbewustzijnsactiviteit. De bedoeling is dat ouders en kinderen in een ontspannen sfeer bewust worden gemaakt over kanker en hoe signalen van de ziekte te herkennen. Ook is het belangrijk dat deze chronische ziekte uit de taboesfeer wordt gehaald, zegt Van Eer. Het wordt nu minder, maar het is nog steeds in de taboesfeer. Want sommige mensen zijn zelfs nog bang om het woordje uit te spreken. Vandaar dat ik het boekje ook heb geschreven, de T van Takrusiki. Want zo werd het genoemd, Takrusiki, of K, A-A-P-K, of C-A, of mensen kloppen op de tafel. Dus er is nog een heel groot taboe. Maar langzaam maar zeker doorbreken we en we hopen dat we het met dit event verder kunnen doorbreken. Ja, maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat het nog taboe is, want ja, de meeste mensen die je hoort van, als je hoort één persoon heeft kanker en je informeert na een tijdje, dan hoor je dat de persoon is heen gegaan, die redt het niet. Nou, dat is niet altijd zo. Met kanker kan je leven. We hebben genoeg situaties, gevallen, waarbij het blijkt dat vaak als het op tijd wordt ontdekt en behandeld wordt, dat mensen nog kunnen leven. We hebben zelfs in ons bestuur hebben we survivors. Toch? Dus met kanker kan je leven. Eersteling geeft verder aan dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen gezondheid. Dus let op je lichaam, is het advies. We moeten meer gaan focussen op signalen of wel pijnen die ons lichaam ons geeft. Van Eer voegt eraan toe dat kanker te voorkomen is als je gezond leeft. Je kan kanker niet in die zin voorkomen als je... Kijk, kanker komt meer voor bij oudere mensen. Hoe komt dat? Omdat wij als ouderen langdurig een bepaald levensstijl hebben aangehouden. Kanker is een kwaadaardig gezwel. Hoe ontstaat het kwaadaardige cel? Doordat een cel verkeerd gaat delen. Waarom gaat de cel verkeerd delen? Omdat die cel verkeerde prikkels krijgt. Prikkels van buiten, prikkels vanuit ons voeding. Prikkels van een bepaalde manier van leven, jaar in jaar uit, waardoor die cel verkeerd gaat delen. Dus in principe, ik kan het niet 100% garanderen, maar onderzoek heeft dat uitgewezen, dat het de manier is hoe we leven, wat in ons lichaam komt. Maakt niet uit als het via voeding komt, als het via dingen van buiten komt, bijvoorbeeld langdurig roken, asbest inademen, weet je. Dus het ligt voor het grootste deel aan de manier waarop we leven. Dus de kans is groter dat je het niet krijgt als je gezond leeft. Wereldwijd komen jaarlijks 8 miljoen kankerpatiënten bij. De familiekankerbewustzijnsactiviteit is morgen in de Buitensociëteit Het Park en begint om 11:30 's morgens.